bijna 4:15, jongens. Ja. Ik ben nou inderdaad even weg geweest, want ik heb even Manuela even opgehaald. Zo, inmiddels is het alweer donker. Ja. Het is alweer 11:00 in de avond. Ik weet het. Een hele rare vlog aan het worden. Maar ja, ik was ook gewoon moe. Ja, ik zie wat je doet. Ja. Ja, oké. Ja. Ja, Roderick is weer wat voor mij aan het doen. Is handig. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 2 april en het is nu dus de tijd 2:02. Hoe toevallig, helemaal geweldig. 2 april, 2:02, ja oké, okay, wauw. Ik ben eigenlijk even, ik heb net een vraag gesteld. Maar daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Maar ik ga er zo meteen wel even van tussen. Waar naartoe weet ik nog niet. Maar het is wel onwijs prachtig mooi weer. Daar wil ik nog wel even van gaan genieten. En ik wil jullie gewoon graag meenemen. Dus ik ga even kijken van waar ik eventueel naartoe kan gaan. Daar is ik al geen idee. Maar dat gaan we allemaal zien in deze gloednieuwe vlog. Zo, het is nu inmiddels al bijna 4:15, jongens. Ja. Ik ben nou inderdaad even weg geweest. Want ik heb even Manuela even opgehaald. Ik heb haar even weer een beetje fijne kneepjes meegegeven voor aanstaande woensdag. Hij is namelijk weer rijles. Oké, ja, doe ik het zo. Oh, waarom zat hier weer alles hier open? Ik helemaal niet chill vind. Ik wil deze gaan doen. Ja, ja. Dus nee, ik heb even lekker muesli-reep eventjes vanuit de auto meegenomen. Ik moet ook even mijn camera's naar voren halen. Dan weet ik tenminste wat er gebeurt. Erg handig vanzelf. Ik heb mijn dakje een beetje open. Dus dan wil ik wel weten of alles veilig is. Ja, echt wel. Dus nee, ik ga nu even vlogs editen. Want dat moet echt gebeuren. Want ik loop er weer een beetje op achter. Ja. En anders hebben jullie dus niks meer om te kijken. Nee, en ik moet ook even nog een privé vlog maken. Voor iemand... Die heeft het namelijk gevraagd. Dus, en die komt dan ook niet op YouTube terecht, zeg maar. Nee. Maar dat is gewoon een privé dingetje. Dus dat gaan we zeker doen. Even kijken. Want daar is ik al. Mijn dakje staat open. Een beetje vertraging op de lijn. Kijk, mooi. Check. Hallo, dankjewel. Heel fijn. Dus nee, daar is ik al. Ik ga even lekker een vlog editen. En straks dan ga ik sowieso er nog even op uit. Maar misschien dat ik nog de hondjes of zo meeneem. Moet ik even kijken. Ik weet niet waar en hoe mijn dag gaat verlopen. Maar dat komt helemaal goed. Ja, zeker de hypotheken. Zo, inmiddels is het alweer donker. Ja, het is alweer 11:00 in de avond. Ik weet het. Een hele rare vlog aan het worden. Maar ja, ik was ook gewoon moe. Ik heb vanmiddag eventjes gereden. Samen met Manuela, heb ik jullie al verteld. Manuela heeft me ook heel erg bedankt. En ik heb haar een aantal tips meegegeven voor woensdag. Dat had ik jullie ook al verteld. Toen heb ik een beetje een vlog weer geëdit. Maar ik kom er niet uit. En toen heb ik er al eigenlijk een soort van opgehaald. Gewoon, ik wou er even weer uit. En toen had ik tegen mijn andere lieve schat gezegd van, joh, kun je dan even alsjeblieft je auto even asociaal neerparkeren? Want ik wil niet dat er iemand anders daar gaat parkeren. Want het is al zo rot om hier te gaan parkeren. En ik wil gewoon mijn auto even voor de deur hebben. .nl. Nou ja. Dus en ik kom thuis en ik kon nog parkeren. Want ik had me eventjes voor camera's eventjes in beeld. Haha, onderweg. Ja, erg handig. Dus ja, en nou loop ik. Gezellig met mijn grote vriendin. En Rode loopt met de zusjes.
Dus ja, ja. Dus ik ga me even aandacht weer lekker naar Lady geven. En ik zie wel vandaag nog wat ik ga filmen. Ja, of misschien helemaal niks. Of misschien nog wel weer wat. Ik weet het niet. Ik laat het vandaag een beetje gaan zoals het gaat. En ja. Zo be het. Jammer dan. Maar morgen moet ik wel sowieso naar de les. Ja. Heb ik beloofd. Oh, irritant. Maar kijk, ik heb het beloofd. Dus dat staat ook sowieso morgen op het programma. En ik heb ook al net tegen Ro gezegd van joh, zullen we anders morgen even weer naar je moeder toe gaan? Ja, maar als ik het trek, lieve schat, dan rij ik toch. Maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Nee, rij ik toch. Komt helemaal goed. Dus ja. Dus dat wordt morgen eventjes dat eigenlijk een soort van. Dus, maar wat ik al zei, ik ga eventjes nu even mijn aandacht op Lady bevestigen. Nou, niet te bevestigen, maar aandacht aan haar geven. Zoals het behoort. Als je met hond aan het lopen bent. Ja. Ja, ik zie wat je doet. Ja. Ja, oké, ja. Ja, Roderick is weer wat voor mij aan het doen. Is handig. Ja. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is hoor. Maar, en ik heb een lekker glas met ijsklontjes. Lekker. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan naar. Ja, het zal wel. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, hoor, jongens. Ik weet het niet. Cadeaubonnen, ja. Nee, je gaat heel snel nu. Je gaat heel snel met dingen. Maar oké. Okay. Dat is rood, die gaat snel. En mijn batterij is bijna op. Waarom weet ik het niet? Vind het leuk. Control. Rustig, rustig. Nee, rustig. Je bent veel te snel. Die. Ja. En dan. Waarom ga je niet dit daar naartoe halen? Rustig. Ja. Control V. En dan controleer saldo. Ja. Ja, denk het, ja. Ja, ja. Ja, sluiten. Kijk. Kijk, dat is mooi. Top, dankjewel. Ja. Zo werkt dat. Ja, maar, oké, het zal wel. Ik ga het wel even vragen, maar dan even zonder jullie erbij. Nu even, want ik begrijp er geen ene hol van. Ik weet niet of een vrouw daar nou echt serieus voor betaalt of wat. Natuurlijk. Oh? Alleen niet zoveel. Oh, want? Hoeveel heb je? 5% korting. Ja, dat is? 1,25. 1,25 heb je ervoor betaald? Ja, korting. Ik snap me niet helemaal wakker. Leg het maar even uit buiten de camera's om. Helemaal leuk. Joep, jeppe de peppie de poepie, jeppe de poepie de op. Yes, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!